Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van FCM en TV. Met vandaag een terugblik op de winst bij Telstar. In achter de schermen Mark Timmer. En is Sander Boekel de nieuwe deelnemer in FCM en TV? Laat je trap. FC Emmen behaalde in Velsen-Zuid een degelijke 1-3 overwinning op Telstar. En het spel van FC Emmen was wat minder dominant dan de laatste weken. Alhoewel je daar natuurlijk altijd over kunt discussiëren. Dat ben ik voor de helft met je eens. Want ik vond onze eerste helft wel heel goed spelen. We waren vrij dominant. Ondanks dat we niet veel kansen afdwongen. Maar we waren wel bovenliggend vanaf de aftrap. Binnen een minuut schoten we al op de paal. En voor de rest was het voor Telstar gewoon achteruit lopen. En wij moesten zoeken naar een kans. Wat niet. Er waren wat mogelijkheden, maar echt grote kansen waren niet. Maar we hadden geen centje pijn. In de tweede helft is Telstar wat harder gaan werken. En toen werd het wat werklustiger en het werd wat rommeliger. En het helemaal naar de 2-0. Want wij hadden al gescoord, namelijk vlak voor rust. Beginnen zij opportunistisch te spelen. En dat hadden we beter uit moeten spelen. Ik vond jullie slordig in de eerste helft. Ik vond dat de passing was te langzaam en ook niet altijd even zuiver. Ik vond het niet zo goed. Nee, dat kan. We kunnen van mening verschillen. Maar ik kijk ook weer hoe dat staat ten opzichte van de tegenstander. En we hebben geen kans tegen gehad. Eén schotje hebben we. En het staat dan, zoals dat zo mooi heet. Maar de omschakeling naar kunstgras en naar een heel hobbelig, oneffen veld. En je wilt graag een goede positiespel op de mat leggen, dan wil het nog wel eens even dat soort foute ballen gaan. Nou, als je nagaat hoeveel Telstar daar had, ja, dan zijn wij daarin winnaar. Ja, hij zag me en ik schreeuwde ook vol. Ik was nog op de middenlijn. Maar ik dacht, was zoveel ruimte en hij zag perfect. Ik gaf hem perfect en ik moest hem binnenlopen. Zie je wat het kan betekenen, hè? Af en toe bij elkaar achter op een brommer. Ja, sowieso. Ja, we voelen elkaar goed aan. Sowieso. Nou ja, ik hoorde hem inderdaad in het begin schreeuwen en toen zag ik hem links en ik zag dat zijn man naar mij toe kwam. Dus het was eigenlijk maar één optie en dat was opzij spelen. Heeft het dan nog invloed dat jullie laatst bij elkaar achter op een brommer hebben gezeten? Nou ja, dan ga je elkaar natuurlijk een beetje aanvoelen en zo. Nou ja, hoe heet het? Je weet dat Kas snel is en als dan inderdaad die man komt, dan moet je hem breed leggen. En hij maakt hem fantastisch af daarna. Ja, dat was lekker. Dat is natuurlijk een tijdje geleden. Maar om 70 minuten volle bak te gaan, dat voelt goed. In een lastige wedstrijd? Ja, typische Jupiler League wedstrijd denk ik. Rennen, vliegen, beuken, dat is, 3-1 is prima. Ja, dan moet je weer rijk rekenen, maar elke week zeggen we weer van, goh, als we hier goed wegkomen, dan wordt het spannend. En inderdaad, als je naar Os gaat, dan... Je mag je niet rijk rekenen, maar we beseffen en we zijn ons bewust dat we daar heel hard werken. Dat wij al een voorbode maken op een hele succesvolle periode. En misschien wel pakkend. Ja, dan is dat, dat zou een ongelofelijke prijs zijn voor ons. Ja, en speelt dan die 0-8 van vorig seizoen dan ook nog een rol? Ga je dat nog gebruiken in de groep? Ik kan me eens niet voorstellen dat je dat niet gaat gebruiken. Nee. Ik denk dat iedereen die daarbij was. En we hebben natuurlijk... We hebben maar 9 spelers overgehouden vorig jaar. En we hebben ook een groot nieuwe. Maar de old boys, als ik dat zo mag benoemen, die hebben daar wel een ander gevoel bij. Ja. Niet alleen omdat we dan ook nog onszelf in een mooie zetel kunnen plaatsen, zit er ook nog een hoop revanchegevoelens bij. Heel dik verloren volgens mij, of niet? Met 8-0. Ja, dit jaar niet. En wat speelt dat nog een rol überhaupt? Voor jou bijvoorbeeld? Nee, totaal niet. Ja, dat was ook voor de 8-0 verloren, toch? Nou ja, dat moet beter kunnen. Maar speelt het überhaupt nog bij jou? Want er zijn natuurlijk jongens die wel met 8-0 hebben verloren. Jij bent er net nieuw bij. Ik kan me voorstellen dat je dat even recht moet zetten. Ja, er zal deze week zal er over gesproken worden. Daar hebben we nou nog helemaal niet over gehad. Maar er zal deze week al over gesproken worden dat we iets recht te zetten hebben daar. En dat gaan we doen. Inderdaad, we verloren vorig jaar vaak dit soort wedstrijden lastig. En dan, dit is gewoon goed van ons. Wat mindere wedstrijden die moeilijk zijn, gewoon pakken. Nee, ja, we moeten weten wat we kunnen. We kregen de kansen altijd, elke wedstrijd weer. Omdat we scoren gewoon heel veel. En in omschakeling zijn we ook gewoon dodelijk. We hebben veel snelheid voorop en met Bergkamp aanspeelpunt. En als het wat minder gaat, ja, we kunnen altijd berg zoeken en dan daardoor doorvoetballen. En we creëren altijd veel kansen en dat weten we ook als team.
Je had het net al even over het veld. Er is deze week een discussie ontstaan over kunstgras van Feyenoord. Maar gaan jullie nu als club misschien wel roepen dat iedereen op kunstgras moet gaan voetballen als alle velden zo zijn zoals hier? Ja, kijk, Telstar is afhankelijk van, denk ik, gemeente. Die verzorgt het niet. Ik denk ook dat de top bedoelt, als je daar een mannetje op zet, die dat zijn troetelbeestje is. En die verzorgt het veld als zijn eigen kind. En je hebt elke keer goede grasvelden, dan kan dat. Maar dit inderdaad, ja, dan is het voor ons echt een omschakeling. En dus een nadeel. En dan is dat nadelig voor ons als voetballende ploeg zeker. Is er veel druk opgelegd bij de jongens? Alexander Banning werd donderdag aan zijn enkel geopereerd. De middenvelder van FC Emmen ondervond te veel last van losse stukjes kraakbeen. En die werden in het MSGB ziekenhuis verwijderd. Hoe lang het herstel gaat duren is nog onzeker. Maar de kans dat hij voor de winterstop nog in actie komt, lijkt klein. Het wordt drukker en drukker in de Jensvesting. En dat is mooi, maar dat heeft wel een nadeel. Alles moet wel weer opgeruimd worden. Daarom is het schoonmaakteam van FC Emmen op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij een dag voor en een dag na de wedstrijd dit team ondersteunen? Neem dan contact op met FC Emmen. Bel of mail. En wie weet, draag ook jij je steentje bij aan het succes van FC Emmen. Manager Financiële en Facilitaire Zaken Frank Maatje had vorige week in Achter de Schermen een opvallende vraag voor Mark Timmer. Hij organiseert bij ons ook kinderfeestjes, maar daarnaast allerlei andere dingen. Maar wat ik me nou afvraag, bij die kinderfeestjes, zit jij nou zelf dan in dat tegenpak, Mark? Nee, onze mascotte Sibi, dat ben ik niet. Ik doe onder andere social media van FCM'en. Afgelopen jaren was het moeilijk om iemand in het mascottepak te krijgen. Maar aan het begin van het seizoen een oproep gedaan op Facebook van nou ja, wie wil er in het mascottepak. En er is enthousiast op gereageerd, waardoor wij nu 4 personen hebben die om en om in het mascottepak gaan. En dat is bij wedstrijden en bij de kinderfeestjes. De term viel net al even, sociale media. Ook voor FCM'en wordt dat steeds belangrijker en Timmer is hier mede bij de club verantwoordelijk voor. Ja, daar ben ik dagelijks mee bezig. En ook gewoon in het weekend gaat dat door. Het is belangrijk om je supporters zoveel mogelijk nieuws te brengen. Dus Facebook, Twitter en de website onderhoud ik ook, ja. Maar waar kun je Emmen nu precies vinden op de sociale media? Nou, gewoon op Facebook en Twitter kun je ons vinden via de naam FC Emmen. En op website www.fcemmen.nl. Nou, we hebben inmiddels meer dan 2000 likes op Facebook. Richting 4000 volgers op Twitter gaan we al en dat gaat dagelijks met sprongen omhoog. Timmer doet dus erg veel bij FCM'en, maar wat is nu precies zijn functieomschrijving? Ja, op papier ben ik facilitair medewerker, maar ik ben eigenlijk wel een beetje manager van alles. Ik help veel mensen mee binnen de club, onder andere dus facilitair medewerker, waarbij ik nog veel ondersteund word door Freddy Donker. Die had de functie voor mij, die heeft daar enorm veel verstand van, dus die helpt nog regelmatig. Daarnaast ondersteun ik Kim met de horeca. Nou, voor FCM TV samen met jou en Wim Beekman mee gestart. Nu bezig met de commerciële afdeling om daar sponsoren voor te vinden. Ja, zo doe ik enorm veel binnen de club, maar het is enorm leuk om te doen. Maar ook het organiseren van kinderfeestjes is dankbaar werk. Ja, is fantastisch. En die kinderen die komen dan vaak voor het eerst in het stadion en zeker bij de kleedkamer van FCM, waar je normaal gesproken niet zomaar komt, komen zij voor het eerst. Dus die kinderen zijn altijd heel erg enthousiast. En zelfs de ouders zijn nog heel erg enthousiast om dat soort dingen allemaal te zien. Nou ja, dat is natuurlijk alleen maar leuk om te doen. Maar hoe ziet een werkweek van Timmer er eigenlijk precies uit? Mijn werkweek verschilt wel heel erg wanneer we een wedstrijd hebben of geen thuiswedstrijd. Wanneer we een thuiswedstrijd hebben, dan ga ik rondom social media natuurlijk en naar de wedstrijd toe leven. Eigenlijk ook gewoon met Twitter en Facebook. En daarnaast doe ik heel veel informatie rondom programmaboekje. Alle informatie wat eigenlijk te lezen valt en te zien valt in het hoofdgebouw ook. Die verspreid ik ook allemaal. Dus er zijn de opstellingen, nieuwsbrief die achterop de opstellingen staat, intern tv-circuit. Ja, dat soort dingen ben ik heel erg druk mee in een wedstrijdweek. Om dat allemaal goed op papier te krijgen. En dan veel in samenwerking met de commerciële afdeling. Als er geen wedstrijdweek is, dan heb ik meer tijd voor
Bijvoorbeeld sponsoren FCM en TV. En vaak heb ik nog losse projecten of evenementen. Zoals Jensum erin, wat we bijvoorbeeld in de rust hebben van de wedstrijden. En daarnaast hebben we Man United gehad. Bijvoorbeeld Open Dag en mijn Feyenoord. Ja, dat zijn de dingen. Als zulke dingen komen, dan word ik er vaak op ingezet. Tim, dan kom je dus bij ontzettend veel projecten van FCM tegen. En dat is ook erg leerzaam. Ja, je leert er enorm veel van. En je moet ook met heel veel verschillende mensen samenwerken. Zoals de Open Dag heb ik bijvoorbeeld samen met de sportsvereniging georganiseerd. En dan rondom Jong Ajax doe je voor het gehandicaptenfonds. Dan zit je weer heel veel met mensen van gehandicaptenfonds en van Egon. Om de clinics voor het gehandicaptenvoetbal te organiseren. Ja. En een van die nieuwe dingen die Timmer dit seizoen heeft georganiseerd is Jensum erin. Kenja de Euro's winnen in de rust van een voetbalwedstrijd van FCM. Ja, Jensum erin, dan moet je opgeven door pagina's te liken op Facebook. Of de bedrijven te volgen op Twitter. Op dit moment zijn dat FCM'en, Jens Security en Panna Event. Dus wanneer je die bedrijven liked op Facebook of volgt op Twitter, ja, dan zijn eigenlijk automatisch ingeschreven voor Jensum erin. En dan, als je geluk hebt, word je uitgenodigd om in de rust te mogen schieten. En er zijn al aardig wat mensen met 100 euro naar huis gegaan. Tim bedenkt ook mede de scripts voor commercials die door de voetballers van FCM worden gedraaid. En ja, sommigen kunnen beter voetballen dan toneelspelen. Ja, dat is heel erg leuk. Want dan kun je leuke ideeën verzinnen natuurlijk. En creatief zijn om iets leuks neer te zetten. En vaak met spelers van FCM is dat natuurlijk altijd leuk om te doen. En je ziet ook wanneer spelers van Emmen in een filmpje spelen, dat er altijd heel erg positief op gereageerd wordt. Timmer is mede verantwoordelijk voor het opzetten van FC Emmen TV. En hiervoor wil hij nog wel een oproep doen. Het zou mooi zijn dat Emmen zijn druk bezig met het zoeken van sponsoren van FC Emmen TV. Dus mocht er iemand geïnteresseerd zijn, graag even contact opnemen. En dan hopelijk hebben we dan straks een paar sponsoren voor FC Emmen TV. En dan rest nog de vraag, wie nomineert Timmer voor de volgende aflevering van Achter de Schermen? Bij deze nomineer ik Joop Gal. Joop, ik ben benieuwd waarom jij eigenlijk ons zo coacht, zoals je de spelers ook coacht langs het veld. Of denk je misschien dat wij ook niet zo goed luisteren? Wil jij hier in de Jensvesting tijdens een wedstrijd van FC Emmen ook cash geld verdienen? Like dan de Facebookpagina's van FC Emmen, Panna Event en Jens Security of volg deze bedrijven op Twitter. Deelname is gratis en FC Emmen neemt dan contact met je op. En wie weet sta jij in de rust van een thuiswedstrijd van FC Emmen te schieten op dit doel en win je direct cash. En u zit er ongetwijfeld alweer klaar voor. Einde van de uitzending. Natuurlijk FC Emmen TV Latje Trap. Alle spelers van Emmen krijgen twee pogingen. Twee keer vanaf 11 meter. 1 punt per keer dat je er laat raakt. Vanaf 16 meter is het 3 punten. En 18 meter zelfs 5 punten per keer. Maximaal te behalen 18 punten. En vorige week kwam Jurjen Mannes tot 6 punten. En daar was hij niet tevreden mee. Want ja, een tweede plek lijkt leuk. Maar Elson Almeida gaat nog steeds aan de leiding. Dus toch mogelijk al 8 weken lang. En Almeida haalde dus 8 punten. En dat is ook de doelstelling voor de nieuwe kandidaat in FC Emmen TV Latje Trap. En dat is Sander Boekholt. De middenvelder van FC Emmen is 19 jaar, komt uit de eigen jeugdopleiding. En heeft dit seizoen nog geen officiële wedstrijd voor Emmen gespeeld. Maar ja, als de toppers gaan missen, dan is dit misschien wel een kans voor de jeugd, voor Sander Boekholt. Ja, ik heb het gehoord en gezien en ik dacht, dit is mijn kans om te laten zien wat ik kan. Ja, maar dat is ook naar de trainer toe een signaal, denk ik dan, hè? Zeker, zeker. Ik ga mijn best doen. Hoeveel punten ga je halen? 8 is nog steeds de topscorer, Almeida. Ja, hoeveel gaat het worden? En Mannes had 6, toch? Ja. Nou, dan 8. Ik probeer eroverheen te komen met 9. Ja, ik doe mijn best. Ja, je best doen is wel het minste wat je kunt doen, Sander. Nou, we gaan het zien. Eerste poging. Nee. Dat is nog even warm schieten, lijkt het wel. Tweede poging vanaf 11 meter. En die zit dicht bij het latje in de buurt. Maar mis. 16 meter, 3 punten te behalen. Dat scheelt maar heel erg weinig, zeg. Laten we nog eens even kijken in de herhaling. Hij lijkt er bovenop te vallen. Maar nee, raakt hem niet.
En dus blijft Boekholt op 0 punten staan. En ook deze is net mis. Wat een pech heeft Sander Boekholt. Laatste twee pogingen vanaf 18 meter. En ook die is mis. Ja, hij pept zich nog een keertje op voor deze allerlaatste poging. En oi, 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 oi. Daar sta je dan met 0 punten. Heel ver van Almeida verwijderd. En samen met Stefan van der Leij. Ja, ik ken hem, ja. Die heeft ook 0 punten. Ja, jongen, ik wil niks meer zeggen hierover, echt. Nee, maar kom op, ik kan toch wel gewoon een vraag stellen aan je? Ja, nee. Nee, het kan toch niet, man. Nee. Waar ligt het nou aan dan? Ja, geen idee. Jongens aan de kant, nee. Ik wil niks meer zeggen, nee. Nou, ja, jammer dan. En volgende week maar eens even kijken of Alachi Bari het beter kan doen. En dit was alweer FC Emmen TV voor deze week. Maar let op, komende vrijdag voetbalt Emmen uit bij FC Os. En bij winst wacht volgende week maandag 1 december de absolute kraker in de Jensvesting. FC Emmen tegen Almere City. In de stand om de tweede periode speelt Emmen dan tegen koploper Almere City. En vanuitgaande dat Almere ook wint komende vrijdag. Een kraker dus die je niet mag missen. En een dag later, dinsdag 2 december, is FC Emmen TV er weer. Met natuurlijk veel aandacht voor die kraker tegen Almere City. Ik dank u voor het kijken en graag tot volgende week.